Goedenavond, Gwendoline. We staan hier op de persvoorstelling van Mrs. Universe Belgium. Stel je eens even voor, alstublieft. Wel, zoals je al zei, ik ben Gwendoline Beuzerie. Ik ben 35 jaar en ik heb een 2-jarige dochter, Elinea. En ik woon eigenlijk bij haar in het bierdorpje Hoegaarden. En ja, in het dagelijks leven ben ik een verkeersleider bij de Belgische Spoorwegen, waar ik de regelmaat, stiptheid en de veiligheid van de reizigers probeer te garanderen. En daarnaast ben ik ook nog eens zelfstandige fotograaf in bijberoep. En ja, daar ben ik ook vrijwilliger bij Boven de Wolken. Dat is een hele boterham, amai. Zeg, in Hoegaarden, daar roept zo wel toch wel lekkere beelden op, zal ik maar zeggen. Laten we zeggen, daar hebben we 2 heel goede biertjes. Het wit bier van Hoegaarden, dat wel door heel veel mensen gekend is. En dan hebben we ook nog een plaatselijk biertje, het Alpaïde bier, die je eigenlijk alleen daar kunt gaan proeven. Dus ik zou zeggen, zij die daar komen, zeker eens proberen in een van de stamcafeetjes die daar zijn. Ja, en wat soort bier is dat? Want dat ken ik precies nog niet. Je kan het eigenlijk vergelijken met een bruin bier. Eigenlijk zo'n beetje een stijl van de leffen en dergelijke. Het is allemaal iets zwaarder eigenlijk. Heb je nog hobby's buiten al je drukke werkzaamheden? Oei. Vroeger had ik eigenlijk 1 hobby en dat was namelijk paardrijden. Dat heb ik heel eventjes gestaakt. Maar wanneer mijn dochter eigenlijk op een goede leeftijd is, dan gaan we dat samen gaan doen. Dus dat zijn wel de plannen. En je doet eigenlijk fotografie en bijberoep. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wel, ik doe dat voornamelijk in de tijd wanneer ik vrij ben. Dus huwelijkfotografie, newbornfotografie, smashcakes. Eigenlijk een beetje een grote waaier aan verschillende zaken eigenlijk. Dus alles wat... Hoe ben je daartoe gekomen? Wel, dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik had een paar vrienden van mij die eigenlijk fotograaf waren. En ja, gewoon door een beetje bij hun mee te gaan volgen, is de passie en ja, de interesse in beginnen te groeien. En dan ben ik ook een opleiding gaan volgen. En dan ja, dan ken je dat en dan ga je oefenen en dan ga je daarmee bezig zijn. En ja, dan ben je uiteindelijk vertrokken, hè. Je kent het wel. Moet je dacht om er een hoofdberoep van te maken? Als ik dat doe, dan ben ik een goede positie bij het spoor kwijt. Dus dat ga ik niet echt volledig weg doen, nee. Je doet nu mijn misverkiezing mee. Wat? Hoe komt het dat je ingeschreven hebt? Wel, ik ben oorspronkelijk gevraagd geweest om mee te doen aan deze misverkiezing. En een van mijn vriendinnen had voor de grap gezegd dat van, ja, waarom doe je nu eigenlijk niet mee? En ik was eigenlijk nog wel aan het twijfelen. En dan uiteindelijk is dat door een uit de hand gelopen, weddenschap eigenlijk gekomen. Dat ik het eigenlijk met toch heb ingeschreven. Dus. Dat is raar. Ik dacht alleen mannen zo onder elkaar zouden wedden. Maar vrouwen doen dat blijkbaar ook. Ja, laten we zeggen, het was een leuke weddenschap. Oké, nu straks, de misverkiezing begint nu eigenlijk pas. Wat is het parcours dat je nog moet afleggen? We gaan nog heel veel activiteiten doen met de wissen. We gaan ook nog naar een paar sponsors naartoe gaan. Daarnaast hebben we ook nog de modeshow op 11 november, dacht ik, ten voordele van het Regenbooghuis. Voilà. En dan hebben we nog het voorbereidend weekend met de missen, vooraleer dat wij aan de grote finale beginnen uiteraard. Ja, hoe sta je er tegenover om zo een modeshow te doen voor eigenlijk het Regenbogenhuis? Super, ik vind het eigenlijk een heel mooie organisatie, want ik denk als deze organisatie niet zou bestaan, zouden heel veel mensen eigenlijk geen plaats hebben om rust te vinden, om over te kunnen praten, hun ding te kunnen doen. Want ik denk dat we in deze maatschappij toch wel nood hebben aan een klein beetje meer... Een open mindsetting. En ja, ik sta er eigenlijk wel positief tegenover. Okay. Nu, je vrienden en familieleden, wat vinden die van dat je me zo meedoet aan een misverkiezing? Die verklaren mij allemaal zot. Ja, ze zijn het eigenlijk niet echt gewoon van mij dat ik aan zulke toestanden ga meedoen. En ja, voilà. Maar algeheel, doei, succes was het antwoord. Dus je kent het wel. Nu, wat moet ik dan eigenlijk nog weten over jou als meisje of als vrouw, als ik je beter zou moeten leren kennen? Ik zou gewoon zeggen, ga gewoon met mij lekker iets drinken en iets eten en dan komt alles wel vanzelf wat je wilt weten. Oké, dat ze weten. Goed, ik wens je alvast nog veel succes, maar je weet wel dat de nieuwe mis die verkozen wordt, die gaan naar het buitenland gaan. Klopt. Ben je daartoe bereid, toch? Ik reis heel graag. Ja, dus... ja, dat was mijn volgende vraag. Was je top 3? Wat doe je met top 3? Top 3 om naartoe te gaan naar het buitenland. Oh, ik zou zeggen, Amerika ben ik ook heel erg van. Thailand. En Afrika. Ja. Speciale redenen?
Amerika, deels omdat ik al zelf al een deel heb bezocht, de Westkust namelijk. En ik zou daar eigenlijk wel graag de rest nog van willen ontdekken eigenlijk. Afrika, ik hou van dieren en fotografie en dieren, ja, dat gaat samen uiteraard. En Thailand is meer zo voor de rust, de mooie sfeer die je daar kan creëren. En ja, dat zou eigenlijk meer voor dat zijn dat ik naar daar zou gaan. Oké, ik wens je zeker een vaste overwinning toe en nog veel succes in ieder geval. Dank je wel.